Ik heb hopeloos gefaald. Compleet de boot ingegaan. Yes, tof dat je kijkt naar een nieuwe video van hashtag Nieuwsgierig. Het is 2 januari, Joost en ik zijn een tikkeltje brak nog. Klein aan de statement. En daarom denk ik dat het hoog tijd wordt om eens, zoals de rest van Nederland, aan Dry January te doen. Heb je dat wel eens gedaan? Ik heb het een keer geprobeerd, het is niet gelukt. Ik heb het 3 weken volgehouden, 3 jaar geleden. Ik vond het knap lastig. Maar goed, dit keer is alles anders. De kroegen zijn dicht. We hebben veel minder verleiding. En daarom denk ik ook dat de rest van Nederland een beetje meedoet. Ik hoor het tenminste links en rechts om me heel erg veel. Ja. Ik ben vooral heel erg benieuwd. Welke gevolgen heeft dat daadwerkelijk echt op je lijf? En heeft het daadwerkelijk net? Ja, we gaan even een kleine test doen om te meten hoe fit we zijn. Dus we gaan even de spiermassa meten, mijn vetpercentage en even kijken hoe gezond ik ben. Mijn echte leeftijd. Het wordt wel heel confronterend, heb ik het gevoel. Ik gok 105. Oké, en nu 110,2. 110, gast. Blijf staan, hè, want ik ga nu je vetpercentage meten. Ik ben 110. 79 kilo spiermassa. Oké. Okay. 4,1 kilo botmassa. Ja. Fysieke leeftijd 42. Ach man, 42. Ja, ik schrik hier echt heel erg van. Dat ik wist dat ik te dik was en te zwaar was. Ja. Maar ik had niet gedacht dat ik een fysieke leeftijd had van 42 jaar. Mag je even shirt omhoog doen? Ja. Automatisch hou ik hem al in. 102 centimeter. 94 is je doel. Dus we moeten 8 centimeter af. Ah ja, dat is wel echt een serieus stukje. Ik ben ook wel heel benieuwd naar de cijfers van Niels. Ik ben vooral benieuwd wat mijn echte leeftijd is en of mijn Afrikaanse paspoort nu door de mand gaat vallen. Oeh, nou kom maar snel staan dan. 87,8. Dat is toch weer 2 kilo erbij, hè, sinds mijn vaste. Je fysieke leeftijd, daar was je heel benieuwd aan. Wat denk je? Ja, ik voel me 18. Maar, Oeh, verdubbeld, maar 36. 36? Ja, mag je ook nog even je shirt omhoog doen hoor, even alles invullen. Ik weet niet hoeveel vrouwelijke kijkers jullie hebben, maar... Weinig. Weinig? Nou, misschien vanaf vandaag meer. Maar we doen het heel goed in de gay community, dus... Nou ja, dat is ook een goede community natuurlijk. Hè? Goed, daar gaan we dan. Tadaa! Tadaa! 84. 84. De bovengrens voor mannen is een buikomtrek van 94, dus jij zit eigenlijk al goed. Oh, nou, ik ben echt heel erg blij, want 2 maanden geleden was het wel anders hoor. Ik ben wel in al die waardes wel... Gedaald. Ja, het vaste heeft je goed gedaan dus. Vaste heeft wel een goede kickstart gegeven. Ja, dus dat mag je ook blijven doen hoor. Ja, top. Nou, goed om te horen. Blij. Zet hem op. En dat is een persoonlijk recordje. 110 kilo. Ja, ik ben nog nooit zo zwaar geweest. En ik moet je zeggen, ik vind het ook kut. Gewoon heel eerlijk. Ik bouw ervan dat ik zo zwaar weeg. Dus ik ben wel gemotiveerd om af te vallen. Maar het is natuurlijk een dry January. Dat betekent, de meente natuurlijk wat geen alcohol doet. Voor het onderzoek, ik ga eigenlijk gewoon precies hetzelfde doen als ik normaal doe. Maar dan zonder alcohol. Dat is wel de bedoeling. En ik hoop ook dat ik het volgehouden. En om dat zo makkelijk mogelijk te maken, is het misschien wel belangrijk om mijn huis ook maar alcoholvrij te maken. Dus al het alcohol wat ik hier nog heb staan, het is niet heel veel, moet de deur uit. En zo snel mogelijk ook. Even kijken wat in mijn koelkast staat qua drank. En dat zijn deze 3 flessen. Dit is Aperol, lekker voor in de zomer, kan weg. Frangelico. Ja, kan weg. Heb er niks meer aan. En deze fles. Champagne, denk ik. Nou, oké. Okay. Champagne rosé. Ook weg. Heb er helemaal niks meer aan. Deze fles rosé kan ook weg. Dan heb ik hier nog een laadje. Met vodka. Moet weg. En nog een flesje Briqua Bacardi. Weet je wat? Ik vind het zonde om het weg te gooien. Ik doe het in de vuilniszak. Ik haal het wel uit huis. Gooi niet weg, dat is zonde. Oké, okay, Joost, het is weer tijd om even te sporten. We zijn lekker bezig. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om ons even extra mentaal te challengen ook. We krijgen zometeen ontzettend dorst. Dat is wel een beetje het doel. Ja, dat zeker weten. Dus maar... als we iets willen drinken, dan is het enige wat we kunnen drinken alcohol. Oftewel, we vullen deze bidons en het doel is om er niet aan te komen. Ja. Precies. Het ruikt wel echt fucking lekker. Ik heb hier gewoon eigenlijk zin in, laat ik heel eerlijk wezen. Ik zeg, let's train. Oké, we gaan lekker beginnen met de upper body warm-up. En als je ellebogen omhoog zijn, moeten ze langs je oren en je laat ze naar voren vallen. En zijn jullie al een beetje sportief? Heb je al een beetje volledig erin of niet? Tot mijn 20ste was ik vrij sportief. Ja. Daarna is het wel echt flink op de dag. Nou, dat is lang geleden, want je bent nu al 42. Zijn goed warm. We beginnen met de push-up test.
Er moet een bepaald tempo aan hangen. Dat houdt in dat als je een push-up doet, dat je bijvoorbeeld 2 seconden gaat zakken en 1 seconde uit. 17. Hou je heup hoog en door. 18. Oké, 17. Ah, je moet toch meer kunnen. Yes, 20 en door. Oké. 9. 10. Maakt niet uit, je gaat ervoor. Kom maar. Kijk. Fuck. 12. En nu gaan we een wall sit testen. Oké, dan. 3, 2, 1, let's go. Zo lang mogelijk volhouden, jongens. Zo voor de grap die handen van de knieën, hè? 3, 2, 1. Zwaarder, hè? Ja. Zullen we de handen weer terugzetten? Nou, weet jij wel. Wikkelen. Ik zie je een beetje zakken. Minuut 2. Ik hou niet. Oh, jij bent gefeliciteerd. Dankjewel, jongen. Oké, blijf zo lang mogelijk zitten. Je ziet het, hij heeft het nu ook lastig. Hij heeft geen tegenstander meer. Het is een wedstrijdje tegen jezelf dit. Oei. Mensen zeggen, ik kan echt geen alcohol drinken tijdens sporten. Nou, ik wel. We gaan jullie hartslag even goed uittesten. Dus we beginnen bij 8. Ga van 8 naar 10, naar 12, naar 14. Nou, ga je steeds een stukje hoger. Als jij het gevoel hebt dat je niet meer harder kan, ja, vanwege die sinsplint, dan houden we de snelheid gewoon op hetzelfde. En dan houden we dat zo lang mogelijk vol. De eerste minuut gaat nu in. Pak de snelheid naar 10. Gaat de snelheid naar 12 km per uur. So let's go. Gaan we weer een stapje omhoog, gaan we naar 16 km per uur. Woe! Oh, shit! En als je niet meer kan, dan ga je naar de zijkant. Yes, oké. Oké dan, lekker hoor. Ik vind dat jullie het sowieso hartstikke netjes hebben gedaan. En we moeten gewoon even kijken hoe het de volgende keer gaat. Ik heb heel veel werk te verzetten. Ja. Ik ben gesloopt en een klein beetje teleurgesteld in alle resultaten die ik vandaag heb gezien. Dus er is echt ontzettend veel ruimte voor verbetering. Precies op het moment dat je misschien van de hele maand het meeste dorst had, weet je de verleiding te weerstaan. Dat is een goed teken. Dat is op de goede weg. Mag ik nu wel weer gewoon water worden gedronken? Ik doe het niet. Ik ben volhardend in mijn test. Joost daarentegen niet, maar ik ga ook voor de water, jongens. Lekker man, hè? Nou, we zijn nu ongeveer 2 weken onderweg en ik vind het toch ietsjes lastiger dan ik had verwacht. Ik zei aan het begin eigenlijk heel stoer en volmoedig van dit is de makkelijkste maand ooit, want er is niks te doen door de lockdown. Ik ben toch een beetje op verkeken. Juist omdat er niets te doen is in deze lockdown, heb ik nog meer zin in mijn biertje gewoon chill op de bank terwijl ik een filmpje kijk. Maar goed, ik heb het 2 weken al volgehouden, dus tot nu toe ben ik lekker bezig. En ik ben eigenlijk ook heel benieuwd of ik dat ook kan zien in mijn gewicht. Dus ik heb even een weegschaal erbij gepakt. Want ik heb stiekem het gevoel dat ik al een paar kilo's kwijt ben. En dat mocht ook wel, want ik woog wel echt aan de hele zware kant. Dus daar gaan we. Bam! 107. 107 een beetje. Ja, hier ben ik blij mee. Dit gaat de goede kant op. Dit is al ruim 3 kilo eraf. Nice! Dus als ik zo doorga, dat zou dan kunnen betekenen dat ik misschien wel 6 kilo verlies, man. Dat ik op 104 eindig. Dat is nog steeds te veel, maar een stuk beter. Joost, het is 14 januari. We zijn inmiddels 2 weken onderweg. Ik vind het eigenlijk best wel lastig, man. Ik bedoel, we zeiden, het is misschien wel de makkelijkste maand om dit te doen. Ik heb gewoon ontzettend veel trek in een biertje. Maar goed, we zijn de auto ingestapt en we zijn in Leeuwarden. Waarom zijn we hier? Ja, we hebben hier een afspraak met een bedrijf die een soort van simulaties aanbiedt van hoe het is om dronken in de auto te stappen. Dus oftewel, we gaan het ervaren hoe het is om weer dronken te zijn. Puur om te ervaren hoe het weer is om dronken te zijn. Zonder te drinken. Hoe verslaafd zijn wij? Ja. Een hele goede dag. Goedemiddag. Dus jij hebt een simulatie die een soort van dronken staat nabootst. Dat klopt helemaal. We hebben hier de 3D tripping simulatie staan. Ja. Waarmee je door middel van virtual reality ijs onder invloed kan gaan rijden. Hoeveel drankjes heb je op als je zeg maar hier achter plaatsneemt? Het is 1,3 promil. Dus dat komt ongeveer neer op 7 shotjes achter elkaar. Kijk, shotjes? Ja. Het klinkt als een hele gezellige zaterdag. Gewoon een gemiddelde maandagmiddag voor ons. Wie wil als eerst dronken achter het stuur gaan zitten? Ja of ik?
Ja, het is mij om het even. Ik ga wel als eerst. Je bent nu compleet nuchter. Nu ben ik nuchter. Je rijdt nu als het ware naar het feestje toe. Oh, dit gaat wel prima. Oh, ik rijd niet schoon. Ja, nu wel, ja, zoals je ziet, helemaal gaande hier. Oh ja, nu moet ik ook even dansen. Ja, daar gaan we. Oh, wacht even. Ja. Ah, jongens, kom, ik ben daar, joh. Ik word niet gepakt door de politie. Kom, we gaan rijden. Huh? Nou, heb je lang volgehouden? Huh? Nee. Nou, hoe was het om dronken te zijn? Ja. Jij wilde even wel even weten hoe het was om even goed lang weer te zijn. Ja, nu, ik heb niet echt kunnen genieten van... Oké, we doen het nog één keer. Zo, maar ik ben lam, ouwe. Maar hoe was het feestje dan, jongens? Oh. Nou, gecrashed. Ja. Joost, wil jij even? Ik wil het wel even een keertje proberen. Hé, maar hoe dronken voel je je? Niet zo. Helemaal naar de Nee, maar heel eerlijk. Voel je een beetje dronken? Ja, of je bent wel echt wazig. Je bent echt heel wazig. Ik ben nu wel een beetje misselijk. En dat heb ik ook wel vaak als ik iets veel gedronken heb. Dus het is ook heel goed nagemaakt. Ja. Dan gaan we. Planken. Wow, jij kan vet goed rijden als je dronken bent. Ja, dus gaan we nu een pilletje poppen? Fuck it. Toch? Nu we er toch zijn? Ja, nu we toch gaan zijn. We even een 3D-pilletje poppen? Nou, echt een gek feestje. Ja. Kijk, hier hebben we de dealer. Ja, dit is je dealer. Ja, die geeft nu de keuze tussen ecstasy, paddo's en cannabis. Ja, oké, we gaan voor de paddo's. Holy shit! Wow. Oh ja! Gruwelijk! Ging nog best wel aardig. Ja, oké. Okay. Dus wat hebben we nou geleerd? Met alcohol kan ik het wel. Met alcohol heb je meer ervaring. Oké, nou heel erg bedankt. Jo, dankjewel. Fijne dag. Ja, yo. Het kwam me wel in de buurt. Maar ik heb nu niet het gevoel dat ik de euforie heb ervaren van het alcohol drinken. Het was niet hetzelfde. We hebben nu alleen alle malaise ervaren. Ik mis mijn kaart. En ik mis niet de boete die ik heb gekregen van de politie en de paar keer dat ik tegen een boom aan ben gecrashed. Ik mis gewoon de baldadigheid. Ja. Ik mis de alcohol en de gezelligheid. Maar ja. Goed, het voldeed gewoon niet helemaal aan weer dronken zijn. Nee. Dus... Ik heb er gewoon iets meer knaldrang van gekregen, omdat er een muziekje op de achtergrond staat. En ik denk, ja, zie je wel. Ik ben gewoon weer toe aan de kroeg. Met andere woorden, het heeft geen zin om een virtual reality bril op te zetten als je gewoon dronken wil worden. Nee. Dan adviseer ik je, word dronken. Yes, ik heb een afspraak bij een meneer of een mevrouw die bij mij wat bloed gaat afnemen. En dan kunnen we aan de hand van die waarde zien wat 14 jaar alcohol drinken nou precies met het bloed of met het lichaam doet. Ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er een hard hoofd in. Ik denk dat ik vrij ongezond uit de test ga komen, maar misschien valt het allemaal mee. Joost kon er helaas niet bij zijn vanwege privéomstandigheden, dus ik ga deze gewoon lekker in mijn eentje cheffen. Goedemorgen mevrouw. Ja? Eentje. Drie of zo? Vijf. Ja. Zo. Je moet wat veranderen. Ja, inderdaad. Hoeveel centiliter is dat dan? 36,5 milliliter. 36,5 milliliter. Oké, nou, dat is het. Hartstikke bedankt. Oké, jongens. Ik heb hopeloos gefaald. Compleet de boot ingegaan. Oh, Jezus Christus. Is dat toch, dat je na 3 weken gewoon niet nog even een weekje extra kan volhouden. Zo ontiegelijk plek. Potverdikke me. Ja, dit is heel bom. Ik baal best wel hard van mezelf dat ik zo volledig de mist in ben gegaan. Dus ik heb een afspraak bij Tom van Jelinek. En die gaat me het een en ander uitleggen over de werking van alcohol. Tom, ik ben gisteren compleet uit de bocht gevlogen. Hoe komt dat? Mensen onderschatten vaak een beetje het effect wat alcohol op je lichaam heeft. Dus als jij drinkt en je moet de volgende dag weer gewoon op tijd op, dan denk je wel misschien dat je goed hebt geslapen, maar eigenlijk heb je veel minder efficiënt geslapen dan dat je normaal gesproken doet. Dus als je dan opeens stopt met drinken, dan is die alcohol uit lijf, ga je beter slapen en krijg je opeens ook veel meer energie.
vrijdag ging ik wel goed door het gaatje, zeg maar. Hoe schadelijk is dat als je dat 15 jaar lang doet? Ja, we weten gewoon steeds meer over de schadelijkheid van alcohol. En dat is vaak geen leuke boodschap. Dus wat mensen vaak wel onthouden, is dat een glaasje rode wijn per dag misschien goed is voor de bloeddruk. Want dan lang al is ontkracht, maar dat onthouden mensen meestal. Maar dat het ook kankerverwekkend is, dat willen mensen liever niet horen. Dus als je in die jonge fase misschien 10 jaar lang wat te veel drinkt, hoeft niet per se een groot probleem te zijn, maar als je dat je hele leven volhoudt, de laatste 10, 20, 30 jaar van je leven worden gewoon minder comfortabel. En je gaat gewoon eerder dood, zeg maar. Ja. Kijk, wat mijn advies voor iedereen zou zijn, weet je, behandel alcohol gewoon als een drug. Dus, zeg maar, als je af en toe een pilletje slikt, bijvoorbeeld, of iets anders gebruikt, doe je dat ook niet ieder weekend. Dus draai het een beetje om, maak het normaler om niet te drinken, in plaats van dat het normaal is om overal maar wel bij te drinken. Ebony, jij hebt mijn bloedwaardes binnengekregen, geloof ik. Jazeker, die heb ik binnengekregen. Nou, wat er allereerst te zien was in jouw bloedwaardes, was dat je een verhoogde IgE-waarde hebt. Dat is een immunoglobine, een reactie van je immuunsysteem. En het geeft eigenlijk aan dat er antistoffen in je bloed werden gevonden. Nou, hebben we daar natuurlijk verder naar gekeken. En wat blijkt, het is gelukkig geen voedselintolerantie. Dus je reageert niet op een voedingsmiddel. We hebben gekeken naar je vitamine B12 en je foliumzuur. Die waren prima in orde. Je zou ze nog wat kunnen optimaliseren, maar er was zeker geen tekort te vinden. Dus dan heb je in ieder geval een buffertje om het mee te doen. Vitamine D was ook prachtig in orde. Slikte jij vitamine D bij? Ja, één pilletje per dag doe ik. Er staat op de verpakking volgens mij 2, maar ik doe er eentje. Dus. Dan je magnesium. Er was een magnesiumtekort van 4%. Dat kon het heel exact berekenen. In je cellen. Dus je zou met je magnesium, ik geloof dat je die ook bij slikt, zou je iets hoger mogen doseren. Nou, heel erg bedankt in ieder geval voor de redelijk positieve uitslag. Alleen de magnesium even een beetje opkrikken. En voor de rest zijn de bloedwaardes in principe picobello in orde. Joost. Ja. Van harte gefeliciteerd, jongen. Dankjewel, man. Met de kleine. Ja, dankjewel. Ze maakt het goed. Ja, het gaat hartstikke goed met haar. Ja, ik ben ontzettend gelukkig mee. Ja, ik zie het aan je, maar dat heeft natuurlijk wel wat gedaan met je Dry January maand. Ja, mijn Dry January maand is ongeveer 10 dagen geleden wel gestopt. We hadden gewoon wat te vieren. En dan ben ik niet de guy die zegt, nee, doe mij maar geen champagne, doe mij maar water. Dus ik heb wel een beetje gedronken. Jij? Een beetje, zeg je, niet volledig. Nou, ik heb een aantal dagen gedronken, maar ik ben niet zeg maar katje lam geweest alsof je in de kroeg staat en het 4-5 uur maakt. Gewoon een paar glazen per dag ongeveer. Ja, dat laatste heb ik gisteren gedaan. Oh, je hebt even... Ik heb gisteren echt gas gegeven. Jij hebt op het allerlaatste moment... Ja, dit is het domste wat ik kon doen, maar er stond in één keer een vriend voor mijn deur. Ja? En die stond met 3 flessen wijn, dus die zijn op. Zo ken ik je weer. Ja, klasse. Heel gek, ik heb gewoon wakker in die flessen maar gelegen. Maar goed, we hebben eigenlijk dus wel... Ja, jij hebt echt wel een rustige maand gehad. Net niet gelukt, maar 1 keer gedronken dus. 2 keer. Twee keer. Ja. Nou, komt bij normaal. Niet 3 keer? Nee, volgens mij 2 keer. Ik vrees echt voor die eindwaardes, maar laten we hem gewoon doen. Gaat maar op. Hey, qua kilo's, 2,8 kilo lichter. Blijf staan. Ik heb 14 kilo. Ik zag hoe enthousiast hij al was. Hij was er mega blij mee. En terecht. Lekker bezig, ouwe. 2,5. Ik ruik wel een beetje een alcohol... Breath. Wat is hier gebeurd? Oké, ik heb het. Mag jij je sokken weer aan doen? Nou, vetpercentage is wel wat gedaald, dus dat is mooi. Niet heel veel trouwens hoor, 1,2%. En botmassa is nog hetzelfde, 3,4. Je fysieke leeftijd, die was 36 en is nu 33. Netjes! Ja, dus je hebt ja, dat goed is gedaan. Dat wel de goede richting hoor. Nou, na een avond drinken heb je al een lagere vochtbalans, maar ten opzichte van vorige keer is je vochtbalans verbeterd. En het orgaanvet is nu 6 en het was 7. Nou, je moet onder de 5 zitten, dus je bent er bijna. En je spiermassa, daar is een kilo af, dus ik weet niet, heb je minder getraind? Ja, minder krachttraining gedaan. Ik ben vooral op mijn voedingen heel erg gaan letten. Ja, je ziet wel dat je echt wel dus 2,7 kilo bent afgevallen, dus dat is wel heel goed. En het orgaanvet is dus afgenomen, je vochtbalans is toegenomen, dus je hebt echt wel meer water gedronken en minder dingen die vocht onttrekken, dus alcohol, maar ook brood of droge dingen. Ja. Botmassa is goed stabiel gebleven en je spiermassa, daar ben je dus 1 kilo kwijt. Dus eigenlijk van die kilo's die je bent afgevallen is 1 kilo spiermassa. Dus dan ben je eigenlijk 1,7 kilo vet kwijt, maar dat is wel heel goed hoor. Ja, ouwe, je ziet er wel heel atletisch uit. Ik heb je eigenlijk nog nooit zo fit 81. gezien.
Dat is bizar, joh. Dat was vorig keer 88. Echt? Ben je 7 centimeter kwijt? Dan heb jij iets gegeten die voor die vorige meting, waar je darmen onwijs van waren opgezet. Dus bijvoorbeeld junkfood of veel koolhydraten. Maar 7 centimeter is niet alleen vet, hoor. Dat was echt een opgezette buik. Dus jouw voeding, wat je nu doet, is blijkbaar goed voor je darmen, want die zijn nu helemaal mooi. Ben je tevreden met al je resultaten? Ja, ik dacht echt, oh, ik ben helemaal de boot ingegaan. Ik heb gisteren gesopen. Wat dom van me dat ik dit voor mijn waarde doe. Maar dat ik deze resultaten heb na mijn avond van gisteren, dat is dubbel winnen. Ja. Ik heb echt keihard gehaald deze maand. Terecht. Ja. Dus je verwacht dat je zwaarder of hetzelfde gewicht bent? Ik denk een beetje hetzelfde. 106,2. Nou, dat is hartstikke mooi, hoor. Dus je hebt echt al minder gegeten dan, hoor. 4 kilo, echt. Gast! Ja. Dat is fucking goed! Ja. Ja. Ja, maar op een of andere manier, omdat we deze challenge deden, heb je het altijd in je achterhoofd. Ik heb echt zo vaak nee gezegd tegen dat glaasje. En ja. Ook 2 keer vol, ja. Ja. Waaronder gisteren. Maar... Ja, orgaanvet is nog precies hetzelfde, maar ja, je hebt misschien zelfs iets meer gedronken dan normaal, of niet? Of heb je normaal ook altijd flesjes champagne door de week? Nee, normaal drink ik dan wel gewoon biertjes en dat soort dingen. Niet dat ik dat nu niet heb gedronken, ik heb al een paar biertjes gedronken. Ik heb al een klein beetje resultaat. Wat mij nog meer vertelt, dat als ik het gewoon helemaal niet had gedaan, dan waren deze resultaten nog veel beter geweest. Hoor ik nu dat jij ook nog een Dry February gaat doen? Nee. Oké. Okay. Maar wel allebei gewoon gefaald. Ja. Niet de maan, niet gegronken. We lopen alles wat krom is, proberen weer recht te lullen. We hebben gewoon gefaald. Ja, gefaald met resultaat. Ja. Dus een succes. Ja, toch? Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Hartelijk voor je tijd. Top. Vond je dit nou een fantastische video? Doe een duimpje omhoog. Ik ben ook heel erg benieuwd. Heb je meegedaan met Dry January? Is het je gelukt? Of had jij het net zo lastig als wij dat hadden? Ja, vertel het ons. En dan zie je volgende week gewoon weer terug met een nieuw baanbrekend onderzoek. Tot dan. Later. Kijk, een flex hoor.